naar Lampard. Hij gaat wel beginnen in het shirt van Barcelona. Die transfer die misschien wel 2 jaar boven de markt ging. FC Barcelona 会長 Joseph Maria Bartomeu 様 Chelsea FC Chairman Bruce Buck 様 Vorige stamel in de slotfase kwam Bohemians langzij bij het debuut van Lampard. Hier is de eerste kopbal richting het doel, maar die gaat over van Oriol Busquets. Binnen een minuut. Vanuit de corner dus uiteindelijk. Busquets wordt helemaal losgelaten. Kovacic. Goeie bal achterin. De captain Azpilicueta vaak doorkomen. Start op tijd, goed gezien. Kovacic. Een overwinning in die vorige wedstrijden voor Chelsea. Hier begint Barcelona op zijn Barcelona's. Oh, van Piqué redden het niet. Doordat ze vrij hoog stonden, in dit geval Kovacic. Als hij verboden terrein werd. Emerson. Terugleggen, Ter Stegen komt er niet aan, geholpen door Umtiti. Nou, het is na die openingsminuut toch eigenlijk vooral Chelsea. Napoli eerst uit op donderdag 8 en dan zaterdag via Barcelona spelen via Pedro. Had te lang nodig. Griezmann en nu Alba. Ruimte voor een voorzet. Koos voor overtreding, maar niet gegeven. Nu Dembélé oog in oog bij. Ja, dat is misschien wel heel snel. Ik ga nog niet die conclusie wagen, maar het is wel een fixable. Tammy Abraham. Nee, deze is te hard. Ja, hier nog Tammy Abraham laat vallen en wordt als dank vervolgens geraakt, maar hij kan verder. Hij zal het zijn. Griezmann, goed gespeeld. Griezmann, schot, ondanks dat hij... Nog piepjongens en maar net mee doet Gries. Goed ingesteld. Pulisic op de andere kant tegen. Tammy Abraham tilt hem over. De grootste kans komt halverwege de eerste helft voor Chelsea. Via Mount en nu Pulisic. Binnen het half uur hebben we nu Chelsea een paar keer gevaarlijker gezien dan Barcelona. Weer een goede aanval van Chelsea. Umtiti ligt. En deze gaat over. Opnieuw Mason Mount. Het zijn allemaal schoten voor de boeg. Maar kansen komen er dus wel degelijk. Ruimte gemaakt. En Dembélé schot. Maar nog net op tijd. Deze viel wel bij Emerson. Dembélé met een goed vervolg. Jorginho hield hem vast. Collado komt er niet lang. En nu Tammy Abraham voor 1-0. Chelsea leidt. Het zat er wel aan te komen. Abraham. Met een goede goal. En voor hem een prettige. De man die er vorig jaar 20 maakte in de championship.
Chelsea zit net als Barcelona redelijk hoog druk. En Busquets draait de verkeerde kant om. Hier, Griezmann laat hem bewust lopen. Goed gedaan. Via Griezmann. Dembélé had hem terug kunnen leggen in één keer. Gaat voor eigen kant. Of voor de 2-0. Daar ziet het nu eerder naar uit. Pulisic gaat voor de korte hoek. Goed ruimte gemaakt weer. Azpilicueta. Corner op. En zijn eerste wedstrijd pas speelt van deze voorbereiding. Dat is toch wel de hand van Lampard. Hij speelt wel gewoon de bal. Rafinha. En het eerste schotje is daar. Malcolm. Gespeeld. Teruggelegd door Semedo. En Rafinha schiet. Veel ruimte voor Perez, veel ruimte voor Perez. Het schotje met buitenkant links. Had weinig kracht, de actie was goed. Sleept hem naar binnen, maar komt dan... En het levert toch weer balbezit op. Rafinha goed laten gaan. Malcolm en Perez weer. Nu met de binnenkant, maar weer in de handen van Kepa. Abraham. En dan nu Alenia, redding Kepa. Komt nog een rebound. Die wordt vanwege buitenspel afgevlacht. Terecht. Rafinha wordt teruggevlacht. Moet erbij zijn. Hier is Malcolm. Te ruim. Veel te ruim. In het jaar. Weg naar het doel dat door Kepa wordt verdedigd. Even nodig. Dit is een goede bal. En winst. Dan zit wel meegereisd. Rakitic. Dus kan er niet om. Ja. Zo, komt er niet. Goed het lichaam ertussen gezet door Kennedy. Goed gedaan door de Jong in eerste instantie. Rafinha terug. Azpilicueta. Bakayoko komt voor hem. Oeh. Nog maar eens. Batshuayi, Griezmann, Messi, Suarez, Barkley. En de 2-0 is daar. Dit zal de beslissing zijn. Ross Barkley scoort de tweede van Chelsea. Barcelona gaat, dat kan bijna niet anders, met een nederlaag in de eerste oefenwedstrijd aan het nieuwe seizoen beginnen. Goeie goal. Van Chelsea dat verder is in de voorbereiding. Rakitic. En daar is hij dan toch. 1-2. Maar de mooiste wordt dan wel gemaakt door de ploeg die gaat verliezen. Door Rakitic.